Twee meisjes op het strand. Ze lezen modebladen. Ze kijken in het rond. Ze dromen van een prins. Chemie is lust. Wat betekent dat? Oké, lippen, hè? Dat is om mee te zoenen. Hebben jullie wel eens gezoend, dames? Zo. Ja. Ja? En was dat leuk? Ik weet niet wat u leuk noemt. Maar meisjes spreekt hij aan, omdat het lippen zijn. Ja. Oké. En dat, omdat er lippenstift op zit. Ja. Een lippenstift, oké. En waarom zou daar dan staan chemie is lust? Nou, ik denk omdat lippenstift komt ook een beetje, dat is ook gemaakt van chemie, volgens mij. Allemaal chemische dingen zitten daarin. Ja. En als je dan, hebben jullie wel eens lippenstiften opgedaan? Ja, net nog. Net nog? Ja. Ik niet. Nee? Voor mij staat het echt niet. Nee? Maar je hebt het wel eens gedaan? Om te kijken. Ja. En hoe proeft dat dan op je lippen? Nou, vies. Vies? En wij moet je ook niet gaan eten. Dan moet je dat ook niet gaan eten? Nee, ik lik er ook nooit aan. Oké, wat zijn precies meisjesdingen die in de chemie worden gemaakt? Make-up. Ja, kleding. Ja? Ja, schoenen. Shampoo. Shampoo? Hoe belangrijk is shampoo voor jullie? Goede shampoo. Heel belangrijk. Ja? Als is toch vies, ja. Ja. Ja, dus... Dus chemie maakt je ook een beetje schoon? Ja. Oké. Okay. Heel veel mensen zeggen dat het vies is, maar het kan ook best schoon zijn. Twee meisjes op het strand. Ze lezen modebladen. Ze kijken in het rond. Ze dromen van een prins.